Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. En door de toestroom van migranten loopt het woningtekort ook nog op. Volgens Jaco Geurts van het CDA moeten we onze landbouwgrond goed beschermen en niet zomaar huizen gaan bouwen. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Tweede Kamerleden ervaren hun werkplek als onveilig. Ze krijgen te maken met agressie en intimidatie. Ook bedreigingen zijn geen uitzondering. Aan tafel Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedenavond, meneer Geurts. Goedenavond. Heeft u er ook mee te maken? Ik denk dat elk Kamerlid hier mee te maken heeft. Alle 150? Ja, sociale media die op je afkomt. Er zijn meerdere kanalen om een Kamerlid te benaderen. Mm. En dat gaat er soms best wel ruig aan toe. Ja, ruig. Ja, taalgebruik, verwensingen. Nou, ik zal ze hier allemaal niet over tafel heen gooien, maar die zijn echt wel, die horen niet in het woordenboek thuis. Ja. En we doen er als Kamerleden, althans wij niet als CDA, maar er zijn ook Kamerleden, collega's die daar toch vrolijk aan meedoen om binnen zo'n Kamergebouw ook bijvoorbeeld journalisten te belagen. Ja, want het zijn bedreigingen en onwenselijkheden van buiten, maar ook van binnen. Je belaagt ook elkaar. Nou ja, kijk, in het debat kun je best, mag je veel in de Kamer, maar wat je mag, moet je dat ook allemaal willen doen. En als je dan ook journalisten, die toch echt heel belangrijk zijn voor ons democratisch bestel, om te controleren wat er in de politiek gebeurt, daar ook over te schrijven wat wij voor beslissingen nemen met z'n allen. Als je die dan met een lopende camera gaat benaderen, ja, dat is niet afspraak. En wat gij niet wil dat u geschiet, doet ook een ander niet. Ja, tikt u wel eens een collega op de schouder, joh, doe dat nou niet. Nou, in taalgebruik heb ik het al best wel eens een keer met deze of gene over. Maar heel specifiek forum, luister nergens naar, interesseert niks. Kom een keer opdraven en zijn een groot deel van het debat niet aanwezig. En komen hun verhaal doen en dan vertrekken ze weer. Ja. U heeft als Kamerlid ook een voorbeeldfunctie. Mensen kijken naar de debatten in de Tweede Kamer, horen wat daar gezegd wordt. Wat er nu gebeurt, zou 10 jaar geleden ondenkbaar zijn, denk ik. Ik mag nu, in september was ik 10 jaar Kamerlid. Ja. En ik heb dat door de jaren heen best wel zien veranderen, ook de sociale media. Maar ik mag ook wel eens groepen toespreken die de Kamer komen bezoeken, scholieren. En dat is eigenlijk altijd een van die vragen. Jullie gaan hier met elkaar om, hoe doen jullie dat nou? Ja. En dan probeer ik dat wel uit te leggen, dat wat je daar op beeld ziet maar een heel klein stukje is van zo'n hele week wat we aan het doen zijn. Het is niet continu dat dit gebeurt. Alleen, blijkbaar vinden we het met z'n allen zo mooi dat we er veel naar willen kijken. En halen we dat ook dan naar voren als mensen, als samenleving. Maar het is maar een klein onderdeeltje van ons werk, uiteindelijk. Want werk bestaat uit veel meer dingen. Ja, het lijkt wel of die geest een beetje uit de fles is. Is die ook weer terug te stoppen daarin, denkt u? Dat het weer naar normaal teruggaat? Ik hoop het wel. Ik denk dat we er ook met z'n allen aan bij moeten dragen. Om ook in ons taalgebruik het gewoon voorleven, ook in de plenaire zaal. En elkaar daar ook continu op aan blijven spreken. En af en toe ook elkaar daarop te berispen. Ja. We gaan even naar een onderwerp wat in de Kamer speelt. U krijgt van mij een stuk grond, ergens in Nederland. Wat zet u daar dan op? Een koe, een huis of een grijze doos? Nou, dat is een heel interessante vraag. Dat er een strijd om de ruimte is in Nederland, dat mogen duidelijk zijn. Daarom de vraag. Dat heb ik in de Kamer ook een aantal keren al naar voren gehaald. Ja. Ik denk dat echt het plaats afhankelijk is waar je wat kunt bouwen. En of je daar dieren kunt houden. Of dat je daar industrieterrein van wil maken. Nou, laten we zeggen, mooiste grond langs de A1 ergens tussen Barneveld en Apeldoorn. Nou, dat is over het algemeen natuur. Natura 2000, ja. Dus daar kan relatief weinig gebouwd worden. Ik denk dat het ook goed is om dat te bewaken. Mm. Ik heb recent ook een motie aangenomen gekregen die de XXL, de grote blokkendozen, distributiecentrums, de bouw daarvan wel bemoeilijkt. Ja. Maar als je bijvoorbeeld van Amsterdam naar het zuiden rijdt, zie je echt op heel veel plekken langs de snelweg echt van die hele grote blokkendozen gebouwd. Ja, toch zijn. Wordt daar wel geld verdiend, hè? Voor de BV Nederland. Ja, ik heb begrepen dat er toch maar enkele zijn die daar geld aan verdienen. Dat zijn de pandeigenaren en dat is niet het bedrijf wat erin zit. En de mensen die daarin werken, dat gaat niet altijd om de mooiste omstandigheden. Er zijn ook veel migranten die daar werkzaam zijn. Ja. Ik vind het ook gewoon
in het beeld zoveel ruimte in laten nemen. Terwijl we voor woningen ook ruimte nodig hebben. Ja. Maar zeker ook voor de landbouw en ook voor de landbouw waar we naartoe willen. Dat je dan de landbouwgrond die er is zoveel mogelijk moet beschermen. En dat daar iets op gebouwd gaat worden op bepaalde plekken langs een dorp, langs een stad, vind ik, dat kan. Ik heb ook wel eens uitgerekend dat je 500.000 huizen nog zeg maar in de stedelijke kernen kunt bouwen, in de dorpse kernen kunt bouwen en 500.000 daarnaast. Ja. Of een half miljoen moet ik zeggen. Ik heb 500.000, maar een half miljoen. Mm-hmm. Oké, maar die grijze doos dus niet? Nou, liever huizen niet. Misschien? Ja, en dat neemt dan 1%, 1,2% van de landbouwgrond in Nederland in bezit. Terwijl we dat ook gewoon nodig hebben voor onze jeugd. Die ook graag ook een dak boven zijn hoofd. Niet tot een 30ste bij hun ouders willen blijven wonen. Ik denk dat we daar best wel ruimte voor kunnen creëren. En dat je daar ook slim over nadenkt hoe je bouwt. Ja. Dat kan volgens mij op een hele goede manier. Ja, maar dus wel landbouwgrond daarvoor gebruiken. In die zin. Ja, ik geef net aan dat zal 1,2% van de landbouwgrond zijn. En de rest moet echt voor landbouw geschikt blijven voor productie van ons voedsel. Oké, en die boeren op die 1% die worden dan uitgekocht? Ja, maar dat is al decennia natuurlijk aan de orde. Ja. En ik vind wel dat dat op een hele nette manier moet gebeuren. Ja, want dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp, anno 2022. Zeker, zeker. Ja. Ja. We gaan even naar een van die boeren. Want boeren ontvangen te weinig inkomsten voor hun productie. Daarom besluiten sommige boeren op een andere manier geld te verdienen aan hun grond. We hebben nu contact met Erik Luiten. Hij is, zoals ik zei, boer en voorzitter van Agractie. Goedenavond, meneer Luiten. Goedenavond. Ja, hoe kan het dat u te weinig geld krijgt voor uw productie? Ja, dat heeft te maken met ons jarenlang systeem van marktdenken en dat heiligstellen. Ja. En daardoor hebben we een soort van anorexia-economie met elkaar gecreëerd, waarbij alles tegen laagste kostprijs geproduceerd moet worden. Mm. En dan kunnen we eens even kijken waar in de keten nog wel wat verdiend wordt. Ja. Feit is in ieder geval dat bij de boer zelf het alleen maar prijsnemen is. En je moet afwachten wat je voor je product krijgt. Dus daar zit echt wel een probleem. Oké, maar dat heeft dus gevolgen voor uw financiële plaatje over het hele jaar genomen. Nou, de afgelopen jaar is dat zeker het geval geweest. Op dit moment zit ik in een wat unieke situatie. Ik ben zelf melkveehouder. En op dit moment, vandaag de dag, hebben we een goede melkprijs, zonder meer. Maar goed, de kosten zijn ook bijzonder hoog. Neem over het algemeen is het zo dat in de landbouw, in de primaire sector, gewoon te weinig verdiend wordt. Mm. En dat maakt wel dat er heel veel aan het kijken zijn van hoe nu verder. Dat is eigenlijk naast al die onrust en onduidelijkheid over waar gaat het nu naartoe in de toekomst met Nederland. Ja. Het hele stikstofverhaal natuurlijk, wat ook maar door blijft etteren eigenlijk en gewoon niet echt duidelijkheid geeft. En dat maakt wel, ik was deze week op de beurs in Harberg, veel boeren gesproken. De boeren zijn het behoorlijk moe aan het worden, over dat het maar zo lang duurt. En de motivatie is ook door de hele situatie waar we nu in zitten. Het vertrouwen in de overheid is naar een absoluut dieptepunt geraakt. Nou ja, een klein beetje misschien na nu rapport Remkes, dat het een tikje beter begint te worden. Maar goed, het moet nog wel blijken uit daden. Dit zijn nog woorden tot nu toe. De nieuwe minister lijkt de taal te spreken en te verstaan van de boeren. Okay. Dat is al een goed vertrekpunt. Ja, dus stel voor wel dat daar wat verbetering komt. Ja, stel voor er komt iemand bij u langs en die zegt, ik wil uw land kopen om daar mooie zonnepanelen of windmolens op te zetten. En het doet een lucratief aanbod. Gaat u daarop in? Nou ja, ik heb het zelf ook wel eens even gewoon de mensen uitgenodigd. Omdat ik gewoon geïnteresseerd ben, hoe werkt dat nu eigenlijk? Ja. Waar zit het verdienmodel? Wie is nu in staat om daar zoveel geld voor te betalen? Want als ik het gewoon economisch bekijk, moet ik dat gewoon vandaag gaan doen. Ik kan tot bijna 10.000 euro per hectare per jaar. Nou, dat is geen enkel gewas wat daar in de buurt komt. Nee. Ook via melk voor mijn koeien kan ik dat ook nooit tot een dergelijke waarde krijgen. En toch doe ik het niet, omdat ik natuurlijk helemaal indruist tegen hetgeen waarom ik gewoon boer ben. Ik wil op goede manier voedsel produceren. Ja. En daar hoort deze zonnepanelen niet bij. Maar ik kan heel goed begrijpen dat wanneer je in een situatie zit, of je geen opvolger hebt, of waarbij je te weinig verdient al jaar op jaar, dat je die verleiding een keer niet kunt weerstaan. Ja. Maar dan zeg ik, dan zou een overheid, en je hebt Jacco Geurts aan tafel, de overheid regels moeten stellen, te zeggen van we gaan dus niet op landbouwgrond dit soort projecten plaatsen. Daar is onze vruchtbare delta te geschikt voor landbouwproductie, voor voedselproductie. Daar gaan we dus geen zonnepanelen installeren. Die gaan we eerst op alle daken volleggen. Okay. Eventueel op een erf van een boer, maar niet op de vruchtbare landbouwgrond. Niet daarop. Dank voor uw toelichting, Erik Luiten van Agractie.
Terug naar Jacco Geurts hier aan tafel. Ja, hij noemt uw naam. Hij zegt, ja, we moeten dat niet willen. Met die zonnepanelen en die windparken. Maar op een andere manier. Hij heeft een terecht punt. We hebben daar in de Tweede Kamer de afgelopen jaren ook over gesproken. Daar is ook een zonneladder uitgekomen uit die discussie. Zonneladder? Zonneladder. Ja. En die houdt in van waar ga je als eerste de zonnepanelen plaatsen? Nou, het liefst op daken. Op bestaande daken. Mm-hmm. En pas helemaal op het eind op goede landbouwgrond. Alleen die is nog redelijk vrijwillig. Die kunnen gemeentes wel of niet inzetten bij hun vergunningverlening. Want uiteindelijk verlenen gemeentes vergunningen daarvoor. We zijn wel aan het kijken, en ook in de stikstofdiscussie die net voorbij kwam, of je dat niet meer een verplichtende vorm zou kunnen doen. Ja. En het wordt dus ook steeds moeilijker in Nederland om op vruchtbare landbouwgrond zonnepanelen te plaatsen of een windmolen. Ja, wat me ook opviel in zijn wat hij zei, meneer Luijt, hij zegt boeren zijn gewoon moe van alles wat er over hen gezegd wordt, wat er door de politiek beslist wordt. En ze hebben vaak geen zin meer om verder te gaan. Ervaart u dat ook? Ik hoor dat in de gesprekken die ik voer, hoor ik natuurlijk dat ook. Ja. Er spelen meer dingen mee. Heeft ook maken met bedrijfsvervolging. Komen we toch in een bepaalde leeftijd dat de eigenaren gaan nadenken. En wie neemt nou het bedrijf van mij over? Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij de productie hard opgevoerd in Nederland. En er is nu een leeftijdscategorie die zegt, ja, ik ga richting mijn pensioen. Dat kan nog 10 jaar duren. Maar ik ga wel keuzes maken. Gaat iemand in mijn familiebedrijf overnemen? Ga ik het extern verkopen? Etcetera. Dat speelt ook mee. Dus die onzekerheid zit er ook in voor bepaalde type of categorieën boeren. En de andere, als je elke dag de krant 's morgens openleest, je komt nadat je je koeien hebt gemolken of je varkens hebt gevoerd of wat dan ook, en je komt aan je keukentafel en je slaat de krant nog niet eens open, je ziet de voorkant alweer dat er over je gesproken wordt, snap ik dat je daar op een gegeven moment echt wel gallisch van geworden bent. Ja. En dat daar hele duidelijke keuzes moeten komen. Nou, we hebben nu weer een nieuwe minister van Landbouw en ik hoop dat daar heel snel hele duidelijke keuzes gemaakt worden. Dat gaan we zien, ja. Een andere minister, minister De Jonge, uw partijgenoot, die zegt, ja, het aantal migranten wat ons land binnenkomt, dat is misschien aan de hoge kant, waardoor het ontwrichtend werkt in de samenleving. Deelt u die mening? Wij hebben dat als CDA 2 jaar geleden ook al uitgesproken, ook via Hugo De Jonge. Is hij al lichtelijk begonnen. Gevoelig onderwerp natuurlijk, ook in Nederland. Laatst bij de algemene politieke beschouwingen heeft mijn fractievoorzitter Pieter Heerma ook duidelijk aangegeven aan welk type werkgelegenheid willen wij in Nederland nog faciliteren. Mm-hmm. Dus welke arbeidsmigranten willen wij in Nederland nog hebben. Daar moet een duidelijke keuze over gemaakt worden. Nou, Hugo De Jonge heeft laatst in het Nederlands Dagblad daar ook weer een duidelijke uitspraak. Ook vanuit zijn verantwoording als minister van Volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening weer proberen een kant op te geven waar het heen zou kunnen gaan. Maar wat doen we in de politiek? We hebben er ook weer een commissie voor ingesteld. Ja, als het moeilijk wordt, dan komt er een commissie die een oplossing moet zoeken. Dat is een advies. Dat is een beetje het poldermodel in Nederland. Ja. Alle mensen die er toe doen, weer aan de tafel zitten. Mm-hmm. Proberen daar uit te komen. En dan heeft de politiek het, in mijn woorden, wat makkelijker om een keuze te maken. Ja. Ik denk dat dat te langzaam gaat. Want die is net in de zomer, deze zomer, van start gegaan. Komt eind volgend jaar met zijn bevindingen. Dat is 2023. Dan gaan we in 2024 erover spreken. Ja. En dat gaat niet. Dus dan ik denk. Gaat u weer bijna richting nieuwe verkiezingen. Ja, die zijn in 2025 op leven en welzijn. Dus ja, er moeten duidelijke keuzes alvast gemaakt gaan worden. Maar je ziet dat het gewoon vastloopt. We redden het op dit moment gewoon niet. Maar het is niet alleen arbeidsmigranten, niet alleen asielzoekers, maar ook studenten die we in Nederland naar binnen halen om hier Engelse studies te volgen. Die hebben ook allemaal een woonruimte nodig. Ja, want als je moet koppelt, je dat allemaal willen? Ja, als je dit koppelt aan waar we net over spraken, over die grond, zeg maar. Deze mensen moeten in huizen wonen. De productie loopt terug in de landbouw. Dus het eten, de voorraad, loopt ook terug. Die mensen moeten wel gevoed worden. Ja, maak ik me niet direct zorgen op de korte termijn dat wij te weinig voedsel in Nederland zouden hebben. Ik denk dat wij dat over de wereld gezien best wel goed voor elkaar hebben. Maar je moet wel je eigen voedsel blijven voor een zekere mate blijven produceren. En wij produceren dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor de driehoek Parijs, Berlijn, Londen bij wijze van spreken. En dat moeten we ook vol blijven. Zo proberen er dichtbij in de buurt te komen om die mensen ook te kunnen helpen en die landen. Maar er zullen daarnaast ook woningen gebouwd moeten worden en dat moeten we slim doen. En dat mag ook best wel iets hoger, vind ik, in Nederland. Okay, redelijk laagbouw. Ja. We kunnen best ook wel iets hoger op sommige plekken. Niet overal, maar op sommige plekken zou dat best kunnen. Ja. En u signaleert van arbeidsmigranten, moet ik goed kijken, zijn die mensen wel nodig? Studenten die we hier toelaten.
er zijn partijen die zeggen, ja, vol is vol. Dat zult u niet herhalen, denk ik. Maar u wilt er wel een maatstaf aan leggen. Nou, wij zijn die discussie begonnen gewoon vanuit het midden. Hè. We zijn als CDA echt een volkspartij vanuit dat midden. We zien dat met z'n allen. Maar we gaan zeker niet de woorden van een PVV. Wat ik ook in de Tweede Kamer af en toe in debatten zie. Dat er dan ja, het woord wordt dan gegeven. Die mensen maar een vliegticket. Maar daar bedoelen ze echt wel wat anders mee. Ja. We zetten ze Nederland uit. Nou, dat zullen absoluut mijn woorden niet zijn. Maar wilt u wel een getal bijvoorbeeld aanhangen? Aan het aantal mensen wat jaren ja, mag komen? Kijk, de heer Geurts bepaalt dat getal niet. Ik denk dat dat getal echt in de discussie in de Tweede Kamer met elkaar bekeken moet worden. Wat is nou het beste getal daarvoor? En wat hebben we daar ook voor nodig? En wat wensen wij ook aan arbeid, wat ik net al aangaf? Ja. Dus dat vraagt echt wel een betere discussie en met elkaar om ergens toe te komen. Maar heel roekeloos zeggen, ja, we sluiten Nederland af en we worden een eilandje. Het kan niet. En ik ben ook echt voor opvang. Wij zijn ook echt voor opvang in de regio, waar het nodig is. Maar je ziet ook Oekraïne. Ja, wij zijn de regio van Oekraïne. Ja. En dat wij hier de mensen opvangen. Ja, nee, dat wij de mensen hier opvangen is echt heel normaal en heel goed om te doen. Ja. Alleen, ja, we dachten die oorlog misschien zo voorbij in ons hoofd. Nou, die is niet zo voorbij. Mm. Dus die mensen zullen hier ook langer blijven verblijven. Nou, veel zoeken hebben hier ook al werk gevonden. Ik zie het in mijn eigen omgeving. Vind ik mooi. Wordt ook veel vanuit kerken en gemeenschappen wordt dat geholpen. Maar uiteindelijk zullen ze toch wel een goede verblijfplaats moeten krijgen. Ja, ik koppel het weer even aan die woningen. Want het blijkt dat in Nederland ook een groot tekort is aan seniorenwoningen. Dat 350.000 huizen tekort voor senioren. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, het is wel best wel een mooi onderwerp, want in de Kamer praten we er nog amper over. Okay, en terwijl maar die demografische cijfers echt al wel bekend worden zijn. Worden met z'n allen grijzer. Ja, nou ja, tussen nu en 15 naar 20 jaar hebben we een verdubbeling van de 75-plussers. Ja. We zijn er niet voor aan het bouwen op dit moment. Mm. Dus dat programma zal echt moeten gaan veranderen. Dat we echt ook voor die leeftijdscategorie, waar mensen worden ouder, dat we daar ook in de nieuwe woningbouwplannen ruimte voor gaan maken. En dat zou kunnen door ook knarrenhofjes, mensen die op leeftijd zijn met jeugd. Ik zie echt al wat voorbeelden in Nederland waar mensen die in de opleiding van verzorging zitten daar ook een appartementje kunnen krijgen tussen de mensen waar ze in de toekomst voor gaan werken. Ik denk dat dat best wel hele mooie voorbeelden zijn om zo'n gemeenschap ook levend te houden. Ja, en niet wachten, maar nu actie. Ja, we zullen sneller actie moeten ondernemen dan dat het eigenlijk nu gaat. Ja. En binnenkort, eind november, komt minister Hugo de Jonge ook met zijn programma rondom zeg maar senioren en wonen. En zal die daar ook mee komen. En dan zal ook wel de discussie in de Kamer weer op een hoog niveau gaan gebeuren. Wordt vervolgd dus. We gaan naar het laatste onderwerp. Want volgende week heeft u een partijcongres, volgende week zaterdag, op 5 november. Wordt dat een congres om elkaar eens een beetje moed in te spreken? Nou, ik denk de peilingen staat u er niet goed voor. Ja, ik denk dat het een congres sinds de coronatijd weer voor de eerste keer dat we weer in volle bezetting bij elkaar kunnen. Dus elkaar weer zien. En niet vanaf het scherpje met elkaar communiceren. Ik denk dat dat al een heel groot winstpunt is. En mensen face-to-face aankijken, gezicht tot gezicht. Ik denk dat je daar mooie gesprekken ook weer krijgt. Ook weer input van, hey, wat gebeurt er in jouw gemeente of in jouw provincie? En je vraagt over de peiling. Ja, de grootste peiling is op de dag dat de verkiezingen zijn. Dat is waar. Tussen die tijd, en dat zegt de politicus natuurlijk altijd. Ja. Maar en tussen die tijd moeten wij gewoon laten zien waar we voor staan. Hè, wat ik zeg. Is dat het probleem niet? Dat u laat zien waar u voor staat? Dat het CDA een beetje in het midden zetten, niet rechts of links of zwart of wit? Nou, ik denk dat de samenleving dat op dit moment nodig heeft. Mm-hmm. Het samenbindende element. Ik mocht informateur zijn bij een gemeente om een college in het voorjaar proberen dat te doen. En toen hoorde ik allerlei partijen zeggen ook van ja, meneer Geurts, wij willen wel graag het CDA in het college. Ik zeg maar, waarom dan? Ik was daar onpartijdig. Ja, die hebben wel die samenbindende factor van links en rechts bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Ik zeg het nu even heel simpel, er waren meerdere overwegingen om dat te doen. Vond ik wel erg mooi. Oké, dus niet het grijze midden. Nee, ik denk dat wij echt noodzakelijk zijn in dit land om de polarisatie ook tegen te gaan. Ja, gaan we er ook bij de statenverkiezingen zien volgend jaar? Ja, weet ik niet. Gaan we meemaken. Kijk, mensen, we hebben het de vorige keer gezien, Forum van Democratie werd een hele grote partij in de Eerste Kamer. En er zit er nu nog maar één, denk ik. En terwijl het de grootste partij was in de Eerste Kamer, er zit er nu nog maar één namens Forum van Democratie. Dus dat zegt in die 4 jaar, zie je hoe zo'n organisatie helemaal ontploft is. Okay. En ik weet niet of dat goed is voor onze samenleving. We gaan het zien. Niet. Maar volgend jaar zijn de verkiezingen, beleven we wel zijn. Dank voor dit gesprek, Jacco Geurts. Want dit was uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer.
Fijne zaterdag, gezegende zondag. Graag tot maandag. Dag.